Wij zijn André en Floortje Dingemansen, 66, 62, levensgenieters puur zang. En wij mogen met de actie Freelife op pad naar Italië, Piemonte, geweldig. We hebben er ontzettend veel zin in. Ja, heel erg leuk. En we gaan daar leuke dingen doen. We hebben een prachtig programma gekregen van actie. En het is ontzettend fijn om dit met elkaar te gaan beleven. Kijk eens even. Dat vind ik mooi. Zie je dat? Heel ruim. Zo, dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Kijk, daar is nou over nagedacht. Ja. Want nu kun je tenminste je pannen goed kwijt. Oké. Okay. En dat dit ook verzonken is. Ja. En mooi afzet. Ja. Nou schat, volgens mij is de 5 in de klok, dus het is weer tijd voor een wijntje. Ja. Na zo'n drukke dag als vandaag, ja. Die overigens heel erg leuk was, want we hebben hele mooie dingen gezien. Kijk Klopt. Nou toch. Dat schenk is jij mee? Nee, jij bent van de wijn. Oké. Okay. Jij schenkt in, ik drink op. Proost. Ik zeg proost. Die bedden zijn helemaal geweldig. Die zijn langer dan normaal. Ze zijn breder dan normaal, waardoor je heel erg groot slaapcomfort hebt. En dat vinden wij toch ook wel belangrijk. Heel lekker belangrijk. Slapen. Het is een dikke matras. En naast die dikke matras, nadat je 2 aparte bedden hebt, kun je er ook 1 groot bed van maken. En dat is natuurlijk heel erg super. Dat is ook wel gezellig en trouwens. Gezellig. Want je hoeft niet altijd apart gescheiden te liggen dan van elkaar. Ja. Er zit een grote zithoek in. Met een fijn afgeschuinde tafel, waardoor je geen blauwe plekken hebt als je door de caravan heen en weer moeft. Dus dat vind ik heel handig. Er zit heel veel bergruimte in. Je kan heel veel spulletjes erin kwijt van tafels, stoelen en allerlei andere spulletjes die je maar mee kan nemen op vakantie. De Jeep Renegade heeft een fantastische ruimte als je de banken platklapt. Dan heb je een enorme ruimte om koffers, stoelen neer te leggen enzovoorts. Daarnaast is het rij comfort als je op de stoelen zit. De lendensteunen zijn ontzettend lekker voor de rug. Mm. Fantastisch comfort. Ja, heel stevig. Echt, de stoelen zijn perfect. Als je erin zit en je ziet dat dashboard voor je, dan heb je gewoon een brute, stoere kar in handen. Ja, het uiterlijk ook. Ik vind het uiterlijk heel erg leuk. Ik vind het echt, het smolt. Mooie auto. We gaan vandaag naar het Italiaans Culinair Instituut. We krijgen hier kookles en dat wordt een hele uitdaging voor mij, want ja, koken dat is niet mijn dingetje thuis. En het enige wat ik eigenlijk doe is een ei koken en af en toe een beetje water voor de thee voor mevrouw, toch? Ja, nou ik vind het wel heel geweldig dat we naar Italië moesten komen om André aan het koken te krijgen, maar helemaal top. Benvenuti all'ICIF, io sono lo chef Carlo Massimiliano. Possiamo metterci il grembiule, il cappello e iniziamo. Oggi andremo a preparare gli agnolotti del plin. Ma dit ziet er toch heel mooi uit. Hoe gaat het met jou? Ik ben even bezig, hè? Oh, sorry! Ik heb er een bras van gemaakt. Ga je proeven? Ga jij proeven? Zal ik die voor mij proeven? Ja, doe niet maar. Die mensen die gaan. Wel heet, hè? Ik ken. Mmm.